week met jullie wou bespreken is de nieuwe cd van de band Caribou. De cd heet Swim. Caribou is een nog relatief onbekende band van een Canadese solo elektronica muzikant, die heet Dan Smith. En hij was vroeger ook bekend onder de naam Manitoba. Allemaal niet heel bekend, maar een nieuwe plaat van Caribou gaat wel een hele grote hit worden. Sinds 2000 is Dan Smith wel heel actief bezig. Veel releases heeft hij al gemaakt. Ook wel interessante dingetjes, maar dit is voor het eerst dat hij ook echt toegankelijk wordt en dat hij meer grootschalige media-aandacht krijgt. Normaal gesproken, ik zeg dus dat het een solo-muzikant is, maar het is wel iemand die gewoon met een band opereert en je hoort ook gewoon een volledige productie. Het is een beetje een lichte, vrolijke dancemuziek eigenlijk. Hij is een beetje akoestisch begonnen vroeger. Is hij ontwikkeld naar een soort met rockbandje, maar nu is het echt eigenlijk volledige dancemuziek. Het klinkt heel licht, vrolijk. Het is lekker toegankelijk, vrolijk, een beetje zomers. Caribische invloeden, wat soul invloeden, wat psychedelica hier en daar erin. Het is een hele lekkere mix van allerlei steltjes. Denk een beetje aan wat Hotje bijvoorbeeld doet. Of de Franse band Air. Het is in ieder geval hele toegankelijke, lekker luisterbare muziek. En ik moet echt eens eventjes het clipje wat zo meteen voorbij komt. Hakt er meteen heel lekker in. Het is erg prettig. Deze week. Aanstaande zaterdag speelt in Riepskerken Surrender met het evenement Surrender in Riepse Circus Tent. En dat zijn echt hele toffe achterhoekse taferelen die daar gaan plaatsvinden. Dus wees daar eens een keertje bij.